De Vlaamse actrice Nora Tilly is overleden. Ze leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS en ze koos voor euthanasie. Ze was 67. Nora Tilly raakte eind jaren 70 bij het grote publiek bekend als de knappe secretaresse in de tv-serie De Collega's. In de jaren 80 en 90 kreeg ze in zowat elke Vlaamse tv-serie een gastrol. Er is je werk genoeg voor een flinke meid als jij. Ik ben zeer vereerd, hoogheid. Maar de huishoudster van dokter Masius heeft me reeds gevraagd of ik wou helpen. Magister Masius, een jeugdserie die in 1974 op de toenmalige BRT liep, is de eerste reeks waar Nora Tilly in opdook. Maar echte bekendheid kreeg ze door haar rol in De Collega's. Hij wilde eigenlijk zeggen dat ik mijn recht zet, dat ik tot ginder kom, dat ik die papiertjes kom halen, dat ik terug naar mijn bureau ga en dat ik mij aan het typen zet. De reeks is zo populair dat er ook een film van komt in 1988. Tilly speelt ook mee in de opvolger van De Collega's, Het Pleintje. En ze vertolkt ontelbare gastrollen in tal van series. Onder andere in FC De Kampioenen, Cedis en Belly, Familie en Thuis. Hey, alsjeblieft, hè. Zeg me dan tenminste wat je wilt. Je moet mij alles vragen. Doe geen moeite. Je hebt iemand anders. Wat denk je? Maar ook in het theater speelde Tilly tal van rollen. Onder andere bij het Mechels Miniatuurtheater en het Raamtheater. In augustus vorig jaar maakte ze bekend dat ze aan ALS leed. De eerste symptomen ondervond ze bij de opnames van de filmtrailer van De Collega's 2.0. Bij de opname zelf moest ik doorstappen met een doos in mijn handen en vrij snel doorstappen. En dat ging echt heel moeilijk. Mm-hmm. En in die periode ben ik echt beginnen denken van, er is iets niet juist. Tilly zette zich in voor de ALS-Liga, de patiëntenorganisatie die wetenschappelijk onderzoek ondersteunt en gratis hulpmiddelen ter beschikking stelt van zij die door de ziekte getroffen worden. Vandaag is trouwens Wereld ALS-dag.